Okay. Dit is jullie vraag. Daar komt ie. Wat zijn de 10 grootste afknappers voor de vrouwen in bed? Wat zijn de 10 grootste afknappers voor de vrouwen in bed? Ik begin bij Paulien. Okay. Een kleintje. Een kleintje. Supersnel. Had ik niet verwacht, zo snel. Ja, maar je met je hart tegen een lamp aan komt. Ik wilde eigenlijk krommen zeggen. Ik wilde krommen zeggen. Nee. Oké. Okay. Ja, ze schrok heel de pleuris. Oké. Okay. Maar goed dat jij net hebt geplast. Ja. Ook voor jou. Oké. Okay. Nou, ik zie het wel hangen, hoor. Luister. Dit is wat er gaat gebeuren. Oké. Okay. En ik weet dat het een gekke vraag is voor jou. Ja. Maar ook jij moet het weten. Mm-hmm. Anders ga je de lucht in. Wat zijn de 10 grootste afknappers voor vrouwen in bed? Ben je ooit een keer met een vrouw geweest? Ja. Maar niet koffie drinken, maar ik bedoel echt een relatie. Ja, gewoon dat ik hem ingedouwd heb. Ja, dat heb ik gedaan. Ja, dat is toch wat je wil weten, of niet? Maar goed, nu de vraag. Dat is de vraag, Erard. Ik moet van jou 1 afknapper hebben wat vrouwen vinden in bed. Denk na wat je gaat zeggen, Gerard, want anders... Oké, okay, dan wil ik nu jouw antwoord hebben. Denk maar wat je zelf een afknapper bent, want je bent ook een vrouw. Ja. Wat vinden vrouwen... Ik heb nog niks gezegd! Ik moet... Je tijd verzoekt! Je tijd... Godverdomme, ik stik bijna in de Tarzan-ding. Wat is het? Oké. Wat vreemd. Oké, concentratie. Concentratie in de zaal. Kai, luister. Je krijgt 5 seconden. Ja. Als ik je aanwijs, Kai, je krijgt 5 seconden om iets te zeggen. Oké, daar komt die Kai. Ik moet 1 afknapper hebben. Go. Slechte adem. Slechte adem. Slechte adem, computer. Is goed. Kai, nog 1, want we moeten de 10 hebben. Ja. Sokken. Sokken in bed. Ja. Met je dus vrijen met sokken aan. Ja. Vrijen met sokken aan. Heel goed. Heel goed. Hoe weet je dat zo goed? Strontvlek. Zweetlucht. Zweetlucht. Zweetlucht, computer. Oh, shit.